Nog 100 meter. 50 meter nog. De start is gevallen en daar gaan ze. Arwen As gaat goed weg. In het midden van de baan komt ook Ivo Baltwin naar voren. Dichterbij volgt de Red Light DZ. En daarachter is het dan Inforgettable met aan de binnenzijde Willow Burgerrijden. Betekent dat de favoriet aan kop gaat en dat die andere favoriet op dit moment toch een berg te beklimmen heeft. En dat is paard nummer 8 in die Flevo. Want die ligt laatste paard. Deelnemers gaan op weg naar de overkant van de baan. Arwen As hier in de Prix. Ena Blemy als een groot vorst in aan de leiding. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats achter Ivo Baltwin. En in derde Volgt dan Red Light Easy. Achter deze paarden is dan aan de binnenzijde Willow Burgerrijden. En dat is het leidend kwartet. Als de deelnemers afkoersen op de verre linkerbocht. Daarachter heeft Inforgettable ingeparkeerd. Komt aan de buitenzijde Ian Stardust naar voren. Wel op een ondankbare manier. Maar het is de ideale gangmaker voor het paard dat er achteraan mee naar voren kan. En dat is paardenbedacht in die Flevo. En aansluiting is er ook nog voor Hotshot Rob. Als de deelnemers de linkerbocht aansnijden. En Arwen, als tempo heel even uit de koers heeft gehaald. Daarmee is wel zijn concurrent dichterbij gekomen. Op een manier. Waarmee dat geen energie kost. En dat dus Indy Flevo. Die ligt op de rug van Ian Stardust in vijfde zesde stelling. Paarden komen in de rechterlijn voor de tribune. Arwen As heeft de beginfase toch wel als winnaar doorgebracht. Op de tweede plaats erachter Ivo Baltwin. Aan de buitenzijde Ian Stardust. Achter deze paarden aan de binnenkant Red Light DC. Met verder weg in het veld I nummer 8 van Indy Flevo. 19-8 voor de tweede. 500 meter naar een opening in 1-15-5. En het is aankoop van het veld. Nog altijd Arwen As buitenzijde echter onder druk van Ian Stardust. Binnenzijde dan. Geen meter te veel voor Ivo Baltwin. Tweede spoor. Mooi geplaatst in die Flevol. Daarachter volgt dan ook aan de binnenkant het nummer 5 van Red Light Easy met in het tweede spoor Hotshot Rob. Robin Bakker en Inforgettable in zevende stelling. En aan de binnenzijde ligt daarnaast paard nummer één Willow rijden En zo gaan de paarden op weg naar de overkant van de baan. En dat doen ze in deze prix enablémie voor de laatste maal. En het is Arwenas nog altijd sterk aan de leiding. De dochter van Donato Henover. Maar aan de buitenzijde is het Ian Stardust. Die dochter wel degelijk wat druk erop houdt. 1-17 rond. Het is dan de derde tussentijd. En het veld gaat op weg naar de laatste bocht... met Arwenas aan de binnenzijde. Tweede spoor Ian Stardust. Maar daarachter maakt Stefan Schoonover zich klaar... voor zijn ultieme aanval met Indy Flevo. En die komt in het derde spoor naar voren. Maar ja, dat is natuurlijk voor Ebbing het moment... om de teugels los te laten. Binnen door Ivo Baldwin... die naar voren schuift. En daarachter komt aan de wijde buitenzijde... ook de eindsprint van Red Light DC. Galopade voor Ivo Baldwin. En daar komt hij aan de buitenzijde. Indy Flevo. Maar Red Light EC probeert het aan de buitenkant. Arwenas moet zich gewonnen geven. Maar dit is de Ferrari in het veld, dames en heren. Het cadeautje van het jaar, misschien wel. Het is Indy Flevo met veel vertoon van macht. Geweldige tweede is Red Light EC. Derde is Arwenas. En op de vierde plaats dan nog Ian Stardust. Verdienstelijk naar een onmogelijk parcours voor Inforgettable.